is hij nou? En daar is Geesink winnaar. Met het behalen van twee Olympische medailles heeft Ruska de prestatie van Anton Geesink in Tokio overtroffen. Tina Blue! Tina Blue! En neemt hem over. Goud is er voor Mark Huizinga. Binnen 9 seconden beslist Kim Polling de finale in haar voordeel. U bent erbij, we zijn er allemaal bij. Noah van het Ent was er helemaal bij vandaag. Hij wordt wereldkampioen. Can you believe it? 8 seconden, 7 seconden. En dan is Van Lieshout wereldkampioen. 4, 3, 2, 1. En daar is de gong. Ja. Nederland heeft een wereldtitel bij de vrouwen. Voor het eerst na 15 jaar. Ik ben vandaag op Papendal, want het is, noem het maar, de uitzwaaidag van de Olympische judoka's. En ik heb een eerste setje voor me zitten, Noël van het Ent en Michael Korrel. Fijn dat jullie een beetje tijd voor me wilden vrijmaken, jongens. Ja, er is niet zoveel vraag naar jullie. Ik heb dat lijstje gezien zo en niemand wil jullie spreken. Wat is dat? Dan gaan we wel even door. Ja. Nou ja, ik wel, want daarom zitten jullie hier. Nou ja, er wordt soms ook wel van tevoren natuurlijk gebeld. Of je hoeft elkaar niet persoonlijk te zien voor een leuk interview. Nee, precies. Ja. Maar dat was het dus een beetje. Jullie hebben eigenlijk de dingen al gehad. En dat hoeft hier op deze dag hoeft dat niet meer. Nee, precies. Nee, want ik was al bang. Ik zie twee potentiële medaillekandidaten voor me zitten. En niemand wil die gasten spreken. Dus iedereen is maar een beetje op zoek naar het... Hebben ze ook al zo vaak gesproken, weet je. Dat is het. Dat is het. Ik denk dat, hun worden nu gesproken en wij worden straks na de speler gesproken. Kijk. Dat zijn natuurlijk gewoon... Dat is wat het is. Nee, dat snap ik. Nou, zo moet het wel zijn natuurlijk eigenlijk. Daar gaan we wel voor. Hé, maar even heel iets anders. We hadden Frank de Wit hier ook bij gevraagd. Maar die laat verstek gaan. Die komt misschien straks dan nog wel ergens anders voorbij. Jullie moeten iets uitleggen, ook voor de neutrale judo-liefhebber. Ik zie jullie, Frank de Wit dus ook, hè, op je pak lopen normaal. Dat zal op de Olympische Spelen niet gebeuren, met een Duitse vlag. En Connie en Peter. Wat is dat? Ja, zullen we een korte uitleg? Ja, korte uitleg. Ja, dat is wel zo handig, denk ik. Ja. In judo is het natuurlijk fijn als je steun hebt van alle hoeken. En zeker ook financiële steun. En het is een Duitse partner, om maar zo te zeggen. Waar wij toen een aantal jaar geleden mee in aanraking zijn gekomen. En zijn naam is niet is dus Peter en zijn vrouw heet Connie. En we hebben eigenlijk, Frank toen die tijd heeft zelf een logootje ontwikkeld en dat vond hij helemaal geweldig. En sindsdien lopen we daarmee op de borst en steunt hij ons richting hetgene waar wij nu mee bezig zijn. Ja, en jullie gaan ook nog wel eens, jullie worden ook wel eens gefeteerd. Ja, we zitten dan in de... Hij is ook een sponsor van een Bundesliga-team in Duitsland. Er worden vaak ingehuurd om te vechten in Duitsland voor een team. Ja. En daar zit hij ook bij. Dus waar hij heen gaat, gaan wij eigenlijk ook heen. Dat is wat het is, ja. Ja, oké. Okay. Nou, dan is dat duidelijk. Dan is dat verhaal is voor eens en voor altijd niet uit de wereld, maar het is wel. Het speelt. Ik heb het wel eens gevraagd aan een aantal mensen, ze hadden echt geen idee. Ik wist het inmiddels. Ja, we hebben geen Duits bloed of zo. Nee. Echt Hollanders. Nee, en hij zit niet op het pak straks, hè? Dat kan niet. Tijdens het spelen mag dat niet, nee, hè? Nee. Oké, goed. Dan is die Duitse vlag daar weer. Ja, maar voor hetzelfde gaat gewoon een halve medaille nog naar het andere land. Nee, zeker niet. Dat accepteren we. Dat accepteren we niet. Nou, dan is het goed. Oké. Noël. Ja. Revanche voor het WK of een heel nieuw toernooi? Beide. Beide. Ja, ik wil een beetje revanche, dat zeker. Want WK, jongen, ik was zo goed. Ik voelde me zo lekker. En dan loopt het op zo'n manier mis. Dat is echt heel zuur. Ja. En nieuw toernooi, want ja, het is een spelen. En hier wil ik het ook gewoon laten zien. Ja, precies. Ja. Maar het speelt toch nog wel een beetje in je achterhoofd. Jazeker, dat blijft altijd bij. Ja, het was ook zuur. Het was ook bijzonder. Ja. Hebben we ook vermeld, wel links en rechts. Jij bent vader geworden. Ik heb opgezocht. Nou, je hebt ze trouwens zelf gemeld, 4 weken geleden. Volgens mij was het gisteren of eergisteren was het 4 weken of zo. Ja, gisteren was een maandje inderdaad. Heeft dat je leven veranderd? Ja, zeker. Ja, kijk, nogmaals, we zitten nu nog steeds wel in een rollercoaster richting de Spelen. Ja. Maar eerste prioriteit is dat het gewoon goed gaat met die kleine en met mijn vrouw. En dat ging al vrij snel. En dat zorgde er ook voor dat ik mijn focus heel snel weer gewoon op de Spelen kon zetten. En tot nu toe gaat dat hartstikke goed. Is het dan dat zij ook al komen kijken?
Mijn vrouw gaat komen kijken. Ja. Ja, en ja, die blijft thuis. Ja, die blijft thuis. Dat is nu het plan zeker. Ja. Mijn schoonzusje blijft thuis. Die heeft zelfs twee jonge kids. Dus die is ervaren zat. En die vertrouwen dat zeker toe. Dus ja, dat is op dit moment het plan. Ja. En hoe zit jij dan in elkaar? Als je op zo'n toernooi bent, wil je dan weten waar ze zitten in de tribune? Of maak je dat echt geen fluit uit? Nee, dat maakt me niet uit. Kijk, ik zeg al, wij judoen ons hele leven al overal ter wereld. En ja, met en zonder familie. Dus ja, ik ben daar niet afhankelijk van. Maar is het uniek en is het mooi als ze er zijn? Zeker weten. En daarom is het ook mooi natuurlijk, zoals Parijs. We hebben natuurlijk ook een andere variant meegemaakt in Tokio, waar niemand mee ging. Maakt het nu des te mooier dat we nog een kans krijgen om familie en vrienden mee te nemen. Heb jij die ook op de tribune zitten, Noël? Zeker. Ja. Ja, het is een grote groep die meegaat. Ja, mooi. Hey, iets anders. Er zijn... In het voorgesprek hadden we het over, jullie hebben overal gehuurd, ook bij de Canemule. Maar jullie hebben denk ik de meest sterke band met Theo Meijersport. Er gaat er nog een van Theo Meijer. Geeft dat ook een extra band? Heb je, dat je uit dezelfde club komt? Nou, ik denk dat er wel een behoorlijke leeftijdskloof is. Ja. Dat zeker. Maar vanuit Theo is, kijk, wij hebben met Theo gewoon nog nauw contact. En is het natuurlijk wel uniek dat er nog steeds, zeker na zoveel jaar later, nog steeds iemand uit dat nestje vandaan komt. Mm-hmm. En dus dat is zeker mooi. Hoe heb jij dat, Noël? Ja, precies hetzelfde. Ik vind het fantastisch. Alleen, er zit zo'n grote kloof tussen ons. Dat we, ja, en wij trainen altijd apart van de vrouwen. Dus... En op toernooien is zij vaak de eerste dag. Ja. En wij pas de laatste dag. Dus als wij aankomen ongeveer, gaat zij alweer naar huis. Ja. Dus je ziet elkaar heel weinig. Dus je hebt niet echt je kan niet echt wat opbouwen. Maar het is natuurlijk fantastisch om te zien dat zij inderdaad van Theo vandaan komt. En gewoon lekker een goede strijder is en hard vecht. Zie je qua stijl, zie je iets terug? Van de club waar je vandaan komt? Nou, dat weet ik niet. Dat vind ik lastig om te zeggen, denk ik. Nu ga ik misschien iets zeggen wat ik niet moet zeggen. Nee, dat moet je niet zeggen. Ik heb ook man en vrouw hier, hè? Ja, dat is zeker. Nee, maar goed, hij heeft over strijder. Ja, kijk, ik denk nogmaals, in judo moet je strijd hebben. En zeker op dit niveau. Maar je ziet zeker, weet je, het is gewoon het is een frisse meid. En ze is gewoon opportunistisch. En ze hebben natuurlijk ook meegedaan met de WK-teams toen we ook derde werden. En dan zie je ook gewoon dat ze er wel echt voor gaat. Nog wel jong is, dus een hoop te leren heeft nog. Maar daarom is het denk ik wel voor haar een unieke kans dat ze nu hier al mag staan. Dat neem je alleen maar mee. Heb jij ook een nieuwe band voor de Olympische Spelen? Jullie band? Nee. Hij wel. Hij is er helemaal klaar voor. Ja? Zijn de pakken al binnen, Michael? Nee, leg het hem uit. Hij heeft gemist. Nee, er werd gisteren inderdaad gedeeld dat mijn judo band klaargemaakt werd met naam erop. Alleen het mooiste is ook nog eens, die band mag ik niet gebruiken om te spelen. Maar... Dat was mijn vraag, ja. Want volgens mij is dat super irritant, een nieuwe band. Nee, dat mag niet. Nou, zo. Ja. Nou, ik heb nu twee banden, die worden bijna weer wit. Dus ik heb gezegd, doe er maar even een nieuwe band bij. Maar nogmaals, ik ben niet zo... gebonden aan bijvoorbeeld een band of een specifieke sok, om het maar zo te zeggen, wonderbroek. Nee, daar ben ik niet echt... Dat is voor mij niet zo heel belangrijk. Maar inderdaad, Ja, maar goed. Het is dit een nieuw band, maar dat is dan de band die niet meegaat. Nee, daarom. Dus het is een leuk uit, maar je hebt het niet zoveel aan. Nee, daarom. Maar het is ook... Maar wel nieuw pakken? Zeker. Hoe lang kan je die dragen? Want een nieuw pak, zo uit de verpakking... Nou, weet je wat het is? Die gooi je even een paar keer in de wasmachine. Ja, precies. Is alsof of je hem al vaak had. Ja, precies. Kijk, deze pakken zijn eigenlijk gewoon een kopie van die ik de afgelopen 10 jaar al gehad heb. Dus dat vind ik niet zo heel spannend. Nee. Maar ze moeten zeker even een klein beetje gebruikt worden. Doe jij ook? Ja, draag je ze al voor die tijd of dan nog niet? Ja, zeker. Ja, ik wil ze een paar keer dragen. Kijken of ze klein genoeg zijn of lang genoeg zijn. Ja. Een beetje gevoel in kweken. Nu zijn ze wat te groot, dus ik laat ze nog wat innemen. Nog even extra heet wassen, weet je wel. Je bent een beetje aan het fine-tunen. Ja. Om te zorgen dat die pakken eigenlijk perfect zitten op die dag. Ja. Hij maakt er altijd een Olympische sport van, hoor. Dat pak van hem, hoor. Ja? Is dat een dingetje bij hem? Ja, ze zitten altijd te zeiken dat mijn pakken te klein zijn en dit en dat. Maar zitten zij te zeiken of zitten ze bij... Nee, altijd die jongens hier. Hier. Ze kunnen je niet pakken. Ze krijgen geen grip op je. Precies, dat bedoel jij. Ik verdenk het wel eens van omkoping, maar daar komt altijd...
altijd door die pakkencontrole. Ja. Ik heb er nooit probleem mee. Dat weet ik niet, maar... ja. Nee, dat is onderling wel een dingetje, ja. Dat is wel leuk. Ja, ja, ja. Ja. Hey, jij zat al bij JP. Ja. Jullie zijn erbij gekomen na de vorige cyclus. Ja. Hoe is zo'n overstap? Is dat ingewikkeld? Moet je daar enorm aan wennen? Nou, eigenlijk niet. Het is best wel heel, laten we zeggen, organisch gelopen, zeg maar. Heel, heel natuurlijk. En, ik heb natuurlijk 7, 8 jaar met Benito Mai gewerkt. Na de spelen. Je valt hier nog lastig tegenwoordig, geloof ik, hè? Ja, zeker weten. Nog steeds heel veel contact mee. En eigenlijk na die spelen gewoon de keuze gemaakt, gewoon een frisse wind. Niet per se andere route, maar wel gewoon even andere kijk op het spel en wat we doen. En toen was eigenlijk de vraag van ja, met wie gaan we dan verder? Dat was best wel een vraagteken. En toen kwam ik met, GP kende ik natuurlijk al, want die was natuurlijk ook altijd al hier en ook met Noël. Maar had ik wel een ander beeld van GP, dat vond ik dan wel interessant. En nadat je dan in gesprek gaat en gaat uitwisselen wat je van elkaar zou kunnen verwachten en hoe dat... Toen is het eigenlijk een beetje gaan bloeien. En zodoende zijn we toen gewoon gaan starten en zijn er hele mooie dingen uitgekomen. Joël, hoe ik daar nou weer bij kom. Wat zijn de sterke kanten van JP? Ja, hij kan heel rustig zijn, maar ook alweer heel scherp. Hij is psychologisch, vind ik hem heel sterk. Heel sterk met woorden. Hij kan je op de juiste momenten raken met bepaalde woorden, bepaalde manieren van hoe hij dingen vertelt. Dat vind ik heel sterk van hem. En judotechnisch is hij gewoon heel goed. Hij snapt het spelletje gewoon echt heel goed. Hij vindt het zit altijd positiviteit in. Hij heeft er eigenlijk altijd zin in. En houdt echt van het spelletje. En dat is wel een fijn gevoel, ja. En creëert hij dan voor jullie maatwerk zo naar Parijs? Of draaien jullie hetzelfde soort programma? Nee, voor iedereen is het een maatwerk. Iedereen is anders. Hij traint... daar doet ze krachttraining ergens anders. Ik doe het dan wel weer op Papendal. Frank doet het weer ergens anders. Iedereen heeft eigenlijk zijn eigen project. En daarmee... daar is hij het leidend voorwerp en bepaalt eigenlijk een beetje alles. Hij is ook al een beetje gedateerd natuurlijk. Hè? Want hij is al een paar jaar ouder, deze man. Dus ja. Hij heeft ook andere... Ja, dat gaat meespelen. Begeleiding nodig. Hoeveel schelen jullie? Jij bent ook een dertiger. Ja, maar, precies. Ja. Ja, toch? Hij heeft wel een grote mond. Ja, die is iets jonger, ja. Maar die heeft ook 3 spelen straks. Ja, dus ondanks dat hij jong is, ja. Hey, wanneer was de laatste medaille voor de mannen op de Olympische Spelen? Gewoon even kennisvraag. Het was 12. Henk. Ja? Henk Grom. Henk Grom. In Londen. Dus ja. 2012. Ja. Dat is lang geleden, hè? Wordt tijd, hè? Zeker. Godverdorie. Daar doen we alles aan. Ja. Hey, je wordt natuurlijk doodmoe van al die standaardvragen van al die journalisten. Dan ben ik geen journalist, dan ben ik lul gewoon maar wat. Wat zou jij nou aan hem vragen als jij degene was die de vragen moest stellen? Er schiet heel veel door mijn hoofd. Is het ook uitzendbaar dan? Ja, precies zo. Een beetje... zal ik hem eens vragen? Ben je er een beetje klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor, ja. Ik heb er zin in. Maar wat is er eigenlijk gebeurd met je oor? Je hebt ook een heel blauw oor, zeg ik. Ja, dat is gisteren. Klootzak. Dat is een goed verhaal. Blauw hoor, heb je tik gehad van hem? Gisteren op de training. Ik dacht even dat ik een schouder op kon inzetten bij Simeon. Ja. Maar die lukte helaas niet helemaal. En ik had eigenlijk het gevoel dat mijn oren een beetje eraf werd getrokken. Oof. Maar die is goed blauw en zwart. Een mooi kleurtje. Ja, maar geen vocht in? Een klein beetje. Klein beetje. Een klein beetje, ja. Okay. Heb je nog zo'n sneaky vraag voor hem ook? Want je krijgt natuurlijk, je mag hem altijd terugpakken dan. Ja, weet je, ik weet niet waarom je net te laat was, maar tijd is op tijd, hè? Ik dacht dat we 5 over begonnen. Dus, dan ben je op tijd. Ik had een hele drukke ochtend. Ja, tegenwoordig, vroeger was plannen heel makkelijk. Tegenwoordig heb ik een zoon en moest ik alle kanten op. Daar kan je veel op gooien. Lekker makkelijk dit. Heel makkelijk dit. Maar ik zou zorgen dat ik tijdens Olympische Spelen op tijd ben. Oh, gelukkig. Ja. Hou ik jou. Na een eerste rondje met 3 mannen, nu 3 dames tegenover me. Julie Beurskes,
Marit Kamps, Joanna Vlieshout. Mag ik zeggen de jonkies van het team? Maar ja, dat denk ik van wel. Ja, maar klopt het niet? Ja, ja, dat klopt wel, toch? Ja, ja, ja. Jullie gaan alle drie voor de eerste keer naar de Spelen. Ja. Ja. Extra spanning, Marit? Nou ja, dat weet ik natuurlijk niet, wat mijn eerste keer is. Ja. Maar voel je nu meer spanning dan voor een ander toernooi? Nee, dat nog niet. Nee. Ik heb wel echt heel veel zin in. Dat heb ik wel echt, dat ik echt wil dat het gaat beginnen. Ja. Dat heb ik wel, ja, ik heb dat normaal natuurlijk ook wel. Alleen nu wel echt meer, omdat ik echt uitkijk naar hoe dit evenement is. En ik ben super benieuwd. Ja. Maar ik ben nog niet extra zenuwachtig. Misschien gaat het nog wel komen hoor, maar ik heb het nu in ieder geval nog niet. Nee. En nu gewoon even een vraag. Wat heb jij nou liever? Jij zit in het zwaargewicht. Mm-hmm. Wat heb jij nou liever? Heb jij nou liever groot en zwaar? Of wat atletischer en wat lichter? Als tegenstander heb ik het dan over, hè? Ik denk het tweede. Dat ik het dat ook gewoon mooier vind voor de judosport. En omdat het maar dan... pak je daar een medaille mee? Dat is, daar zit ik een beetje op de aanzien. Maar of ik het zelf ben... Ja, voor jezelf. Waar jullie je het lekkerste tegen? Ja, dus niet wat je het mooiste vindt, zeg maar. Dat ja, maakt niet zo ik denk dat het... Ja, het maakt denk ik niet zo heel veel uit. Nee. Nee, ja, je moet toch van ze allemaal winnen. Ze zijn er ook allemaal, ja. Dus... Ja, maar het kan een bepaalde judoka je beter licht in het gevecht. Ja, nee, het verschilt. Ik kan heel goed tegen een bepaalde dikke. Ik kan ook minder goed tegen bepaalde... Ja, dat... Zij moet heel hard lachen wat je zei. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, zeg maar, er zijn grote, zware dames waar ik wel goed tegen kan of waar ik minder goed tegen kan. Ja. En er zijn lichtere, atletische dames waar ik het moeilijk mee heb, maar waar ik ook. Er zijn ook tussen die waar ik het weer makkelijker tegen heb. Ja, ja dat is. Ja. Ja. Dat is, en dat is net als elk ander gewicht, denk ik. In sommige lig je, net wat minder. Ja. Hey, jullie waren met z'n tweeën wereldkampioen een paar jaar geleden. Dus niet eens zo heel lang geleden. Nee. 2021. Schept dat een band, Joan? Nou, die band die was er al daarvoor, hoor. Ja, oké, okay. Die was er al. Dat ligt niet aan dat we samen wereldkampioen worden, maar nee. Ik denk dat wij een hele goede, leuke band hebben en veel aan elkaar hebben. En mag zij daar aan meedoen, Julie? Ja hoor, ze mag er wel bij. Of zat ze er al bij? Ja hoor, we hebben er al geadopteerd. Julie, hoe was dat met jou die laatste periode? Was het, volgens mij was het wel redelijk duidelijk dat je ging naar de Spelen. Het hing daar nog een beetje op wat mitsen en maren. Maar was dat toch nog extra spannend of niet? Ja, na de WK was ik er wel bijna zeker van dat ik wel ging. Maar het is toch wel fijn als je definitief hoort dat je gaat. Ja. Dat geeft wel echt gerust dat je weet, dat weet ik nu echt helemaal zeker. Ja. Dus, maar tot de WK was eigenlijk wel gewoon heel erg spannend. Dus het was wel een spannend jaar afgelopen jaar. Ja. Nou gaan de drie judokas van Theo Maaien naar de Spelen. Ja, ja, dat is wel leuk. Klopt. Dat is bijzonder toch, of niet? Ja, ik denk dat... toch wel ergens heel goed gaat met de MR-sport als drie judoka's van één speler gaan. Dus. Ja, heb je nog wat met die mannen? Jij bent namelijk een stuk jonger. Ze zijn wel een stuk ouder, dus toen ik daar trainde waren zij al ergens anders. Maar toch een leeftijdsverschil tussen natuurlijk. Ja, precies. Hey Joam, wie zit er voor jou op de tribune straks in Parijs? Best wel veel. Ja. Mijn ouders natuurlijk en mijn broertje. Het vriendinnetje van mijn broertje, eigenlijk iedereen, opa's en oma's, ooms en tantes, neefjes. Helemaal vol. Heel de familie is present. Ja, geeft het extra druk of is het alleen maar leuk? Nee, ik vind het alleen maar leuk en ik weet ook dat mijn familie is natuurlijk judo liefhebber. Dus zij vinden het ook gewoon leuk om anderen te zien judoën. En zij gaan ook meerdere dagen wel kijken, mijn ouders in ieder geval. Dus dat geeft voor mij zeker niet meer extra druk. Hoe is het met jou, Marit? Voor mij ook niet. Maar wel tribune vol. Nou, mijn individuele dagkaarten zijn natuurlijk moeilijk te verkrijgen door Teddy. Ja. Dus wij hebben echt, ik heb echt moeten strijden op de resale website om kaarten te kopen. Ja. Maar uiteindelijk komen mijn vader, mijn moeder, mijn zus, mijn beste vriendin en haar vriend en nog twee vriendinnen. Dus uiteindelijk nog best wel wat kaarten kunnen krijgen. Maar het was wel moeilijk. Maar ik vind het alleen maar leuk dat zij komen. En met jou, jullie ook? Ja, natuurlijk gewoon wat familie, mijn ouders, mijn zus, opa en mijn oom. En nog wat oude maatjes van de judoclub van waar ik begonnen ben. Ja, leuk. Ja, heel leuk. En willen jullie dan weten waar ze zitten? Of maakt het helemaal geen fluit uit? Ik niet. Nee. Oh, het maakt mij niet uit. Meestal kijk ik ze wel even aan. Als ik bijvoorbeeld klaar sta. Maar goed, ik ga, als ik ze niet kan vinden, kan ik ze niet vinden. Ja, dat is... Dat is wat het is dan. Nee, ik hoef het niet te weten, maar ik wil het ook niet per se niet weten. Nee. Nee, want er zijn sporters die dat heel graag willen. Niet zozeer judoka's, maar kennen het vanuit andere sporten ook. Die
Ja, die moeten weten, die moeten dat oogcontact even gehad hebben voordat ze goed kunnen functioneren. Meestal wel, hoor. Meestal kijk ik wel even mijn ouders aan of mijn moeder ook zo van, nou, zet hem op. Dus, ja. Jij had nog een strijd aan het einde met Karen Stevenson. Ja. Tot en met eigenlijk het laatste toernooi. Ja, de WK eigenlijk. Ja. Hoe was dat? Heel spannend, dat was voor mij ook spannend. Ja. Vond je dat spannend? Ja, natuurlijk, het is wel spannend. Maar ja, ik ben super trots op hoe ik het gedaan heb en de medailles die ik heb gehaald. Dus ja. Ja. Meer, niet meer dan terecht. Een hoop standaardvragen over het algemeen als je journalisten spreekt. Daar zijn jullie beter in over het algemeen. Wat zou jij, Marit, aan jullie vragen? Oh. Want jij bent de journalist. Nou ja, wij vinden het al wel altijd heel belangrijk dat we ook genieten. Dus wij hebben ook een afspraak met binnen onze groep dat je moet in de zaal staan en dan even rondkijken en een moment pakken om te genieten. Dus ik vraag me wel af, jullie, hoe ga jij ervoor zorgen dat je gaat genieten? Jeetje, wat een vraag. Ja, daar ga je dan. Oh, goed. Hoe ga ik genieten? Nou ja, ik denk... ik geniet sowieso altijd als ik aan judo ben, want wij zijn gewoon leuk sport. Judo is leuk. Judo is gewoon leuk, dus ja. Maar ja, ik denk inderdaad gewoon af en toe even stilstaan bij wat je nou echt aan het doen bent. Dus niet te veel als een rusher erheen, maar af en toe even een momentje rust, even kijken hoe vet eigenlijk dat ik hier wil staan. Ja. Dus ik denk dat we vooral proberen te doen. En als jij Joanne een vraag moet stellen? Want ja, ik moet dan het rondje afmaken. Daar ontkom ik niet aan natuurlijk. Ga jij kan ik vast nadenken. Ja. Slim genoeg om het vervolg te kennen nu. Ja. Heel benieuwd. Waar kijk ik meest naar uit voor de komende periode? Maar dat is standaard. Ja. Ik ben een goede journalist. Ik ben toch geen goede journalist? Moet ik Een antwoord maar. Oké. het meest kijk ik naar uit gewoon om daar te zijn. En wat Marit al zei, ja, voor mij mag het nu wel beginnen. Maar we moeten nog heel even wachten. Maar gewoon om daar te zijn en daar 30 juli mijn wedstrijddag te gaan doen. Daar heb ik enorm veel zin in. En ik ben gewoon heel benieuwd naar alles eigenlijk. En geeft, daar hebben we het eerder al over gehad, geeft dat rode rugnummer jou extra druk? Of heb je er inmiddels een beetje aan kunnen wennen? Want je hebt wat stages nu gehad. In Parijs krijg je natuurlijk een ander rugnummer. Ja, allemaal dezelfde. Dus, maar ze zien je wel als de wereldkampioen. Daar ben ik nog undercover, ja. Dat geeft niet meer druk. Niet. Okay. Op dit moment niet. Nou, misschien komt dat nog. En jouw vraag voor Marit, nou, dus ze zit er helemaal klaar voor. Ga even een goede bedenken, hoor. Ja, doe maar. Helemaal een goede. Dit is ook echt jouw sterkste punt. Ja, dus dat is echt sterk. Erg, hè, is dit, hè? Is vervelend. Wat ga je deze laatste 2 weken nog doen om ervoor te zorgen dat je op je wedstrijd optimaal kan presteren? Nou, ik ben... daar al nu een beetje mee begonnen. Maar wij zijn nu heel gericht per tegenstander een plan aan het bedenken en aan het oefenen ook, dat ik het gevoeld heb. Dus dat is wel echt fijn, want dan heb ik echt het idee dat er voor iedereen een plan ligt en wie er ook dan op de loting tegen mij komt te staan, dat ik daar een goed plan heb. En dat ik vind het ook fijn om het gevoeld te hebben en getraind te hebben. Dus. Geef je zekerheid? Ja. Ja. Hebben jullie dat ook? Dat soort zekerheden ingebouwd in je voorbereiding? Ik niet zo specifiek. Nee. Ja, June? Ja, ik doe wel specifiek trainen op tegenstanders, maar dat denk ik eigenlijk ook wel voorspelen überhaupt wel. Ja, ja. Ja, maar zo'n strak plan. Jij wil echt een plan voor elke tegenstander. Ja, soms is het gewoon natuurlijk, ik kom er terug, het plan. Dus het is niet dat er voor iedereen een ander plan ligt. Alleen, er zijn natuurlijk wel dingen die mijn tegenstanders specifiek doen of wat voor mij moeilijk is. Dus dat daar dan een plan voor ligt, dat vind ik wel fijn. Dan kan ik dat gewoon uitvoeren en vechten en dan weet ik dat ik er alles aan gedaan heb. Ja. Ik heb gisteren nog een polletje rond laten gaan of mensen nog vragen hadden voor jullie. En er kwam één vraag, er zijn meerdere vragen voorbij gekomen ook. Maar ook voor Jelle bijvoorbeeld, die er niet is. En in algemeen kwam er eentje. Als je nou geen judo had gedaan, wat zou je dan voor sport doen? Ja, dat vind ik echt moeilijk. Lastig. Ik vind heel veel sporten leuk. Ik vind sowieso ook heel veel sporten leuk om te kijken. Ik vind atletiek of turnen of zo vind ik echt heel erg leuk. Ja, ik denk dat ik wel echt een beetje in een krachtsport ook zou zitten. Dus ik denk misschien rugby of zo. Ja, ja. Er zijn veel judokers die gaan rugby na de carrière. Nee, maar dat snap ik wel. Ja, zoiets. Ja, ik weet ook natuurlijk niet
Of nee, maar goed, als je het mij vraagt, wat zou je doen, anders doen dan dat je nu doet, dan zeg ik, nou, dat vind ik leuk. Ja, precies, maar misschien ja. Doe je het een week, denk je van, nou, doe ja, precies, het ja, dat weet je natuurlijk nooit. Nee. Maar ik vind ook wel veel sporten leuk om te kijken, maar ja, ik weet niet. Ja. Ja. Ik zou skateboarden wel vet vinden, of BMX of zo. Ja, dat. Ja. Vind ik ja, echt ja, iets ja, voor jou. Ja, ja. Ja, is ook, ja, dat snap ik wel. Ja, die is ook vet. Ja, leuk. Hé, hey, Per Omer. Johan. Nou, mijn Frans is niet. Papa of mama? Wat? Moet ik kiezen? Ja, dat is moeilijk, hè? Dat kan nou, niet, dat hè? Dat ga ik ook niet nee, kiezen. Nee, dat moet je ook niet doen. Nee. Nou, en dan voor jou? Café ook. Of thee? Oeh, nou, ik zou normaal altijd meteen thee zeggen. Ja. Maar ik ben nu wel, ja, nou ja. Koffie kan je het niet per se noemen, het is meer karamel latte en dat soort dingen. Dus dan zeg ik toch maar thee. Toch maar thee. Blanc of bleu? Wit of blauw? Oh, gaat goed. Blauw. Blauw? Ja. Ja. Pak zit echt lekker door. Het zit echt lekker door. Ja. Ja. Hebben jullie ook nieuwe pakken? Ja. Doe je die gelijk aan daar? Of doe je die hier? Gaan die nog de wasmachine in trainen? Ik ga daar deze nog... week nog in trainen en dan één keer wassen en dan meenemen. Ja, ja. Maar geen nieuwe band, hè? Nee. Ja, ik wel. Jij wil een nieuwe band? Ja, want ik kan eens op het band staan. Dat nog niet. Oké. Okay. Maar hij is nog niet binnen, dus ik hoop dat ik hem nog krijg op tijd. Er is een mannenlichtgewicht in het verleden. Die had ook een nieuwe band. Die ging steeds los. Ja, ja, maar ik ga hem zo een mos maken. Oké, okay, goed. Goed, nou, nog eentje. Wie was best in het Frans? Van ons? Ja, van jullie? Jij denk ik, hè? Ja, dat denk ik niet. Nee? Ja, dit is een hele valse, is dit. Argent au d'or. Argent au d'or. Weet ik niet. Ik heb het allebei niet. Lang geleden. Or. Zilver. Oh. Of goud. Zilver ja, dat is het, dan is het de makkie natuurlijk. Ja. Ja, als je gokt voor die anderen, dan denk je, nou ja. Ja. Oké, okay, meiden. Superveel succes. Ja, bedankt. Maak er wat moois van. En ja, je best, meer dan je best kan je niet doen. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Groepje 3. Frank de Wit, bij de vorige groep niet aanwezig, maar fysio. Dus dat moet ook eerst gebeuren. Zit nu samen met Tonieke Tjakkadoe. Tonieke. John van der Meer of Matthew Percy? Oeh, dat is wel een hele lastige vraag. Dat is een binnenkomer, hè, dit? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. John van der Meer, ja. Toch John van der Meer? Ja, ik heb nu langer met hem gewerkt en zo. Dus ik denk dat ik dan... Ja, daar moet je voor kiezen. Ja, ik heb ook heel vaak een kop gekregen van hem, dus... Ja, dat hoort er ook een beetje bij, denk zeker ik. Ja. Hé, hey, Frank, tactisch naar de medaille of altijd voor de punt? Ja, ik denk dat ik... in judo-wedstrijden toch een beetje op twee gedachten zitten. Want ik wil wel tactisch naar een medaille. Maar af en toe dan in mijn hoofd ook zo graag een punt maken. Tot het toch voor het punt gaat toch de overhand nemen. Ja. Vind je het echt lastig? Gebeurt dat echt in de wedstrijd met jou? Is er nu nou, het is niet eens per se dat je er zoveel over nadenkt. Want je wil gewoon een wedstrijd. Nee, het gebeurt. Maar ja, het is iets wat in je zit. En als het in je zit, dan moet je er ook niet te veel tegen vechten. Want dan... zit het andere ook alleen maar in de weg. Heb jij dat ook? Of ik... Ja, of jij... ben jij tactischer dan Frank? Ik, in je wedstrijden? Nou ja, ik wil meestal ook voor de punt gaan. Maar nou ja, tactisch... het hangt vanaf tegen wie je staat natuurlijk. Mm. Dus ja. Maar meestal wil ik wel voor de punt gaan. Ja. Dat is natuurlijk... Heb je die diving inmiddels een beetje uitgebannen? Die vraag heb ik heel vaak gehad, ja. Ja, ook weer... Ja. Nou, dan, het was wel heel moeilijk af te leren, zeker. Want ja, die uchimata die deed ik al mijn hele leven. Ja. En dan in niks zeggen ze, ja, die mag je niet meer maken. Nee. Dus dat was wel heel moeilijk af te leren. Ja. Toernooi die daarna... Maar heb je daar echt je stijl op moeten aanpassen? Ja, 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 ik moest ook echt bijvoorbeeld vanuit andere pakkingen, andere worpen maken. Het was nog wel een idee om misschien die uchimata anders te maken. Maar
ik had die Uchimata echt zo dat ik hem altijd meestal wel op mijn hoofd kreeg. Dus ja. Die risico wou ik ook niet nemen. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Hey, hoe lang ben jij bezig met gewicht maken? Want dat hebben jullie volgens mij allebei, is dat wel een issue bij jullie. Jij moet ook veel gewicht maken volgens mij. Dat is wel de... Hoe lang ben je ermee bezig? Ik ben er wel 2 tot 3 weken mee bezig. En jij? Ik ben een beetje rond de 2 weken. Eigenlijk ben je er altijd mee bezig hoor. Want ik laat mijn gewicht nooit verschieten. Dus ik blijf altijd in een bepaalde range van mijn gewicht zitten. Hou jij je 5% regel aan? Nee, of ga je eroverheen? Dat dan ook weer niet. Daar ga ik overheen. Maar ik probeer nooit boven een aantal kilo's te komen. Tot de weg ernaartoe, tot die te groot wordt. Ja. Dus, hou jij hem binnen die 5% of red je dat ook niet? Nee. Dat is 63 voor mij. Dat is, ja, precies. Dat is niet reëel. Niet realistisch, nee. Voor nee. Mij. Nee. 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 Maar zijn deze gewichten dan wel de gewichten die je houdt? Als we denken aan na de spelen? Of gaan we iets anders doen? Voor mij is het nog wel lastig. Want ik heb naarmate... een paar jaar geleden had ik niet zoveel moeite mee dat ik nu heb. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien dat je ouder wordt, dat het allemaal moeilijker gaat. Maar ik heb wel echt... merk wel dat ik echt moeite... meer moeite krijgen met mijn gewicht. Dus ja. Ja, dus is dat een... spelen, 6-6 gaan proberen, ja. Kijken hoe dat gaat. En, hangt natuurlijk ook vanaf hoe de spelen gaan. En, ja, nee, goed. Ja. Eerst dat snap ik wel. Maar en jij? Ja, ik kijk voorlopig wel echt nog richting de spelen. En wat er verder daarna komt, dat... Wil je dat niet zie naar ik kijken. Allemaal weer. Want nee. je kan nu wel zeggen van, ja, na de spelen ga ik naar de -90 of wat dan ook. Maar je weet niet... Maar dan zit je nou wel in de weg. Ja, dat is nu wel eens een probleem. Bij hem zit er niks boven. Ja, er zitten wel jongens boven, maar niet van dit niveau. Er zit nu 2 gewichten boven, ja. Precies, dat kan je nog wel wat doen. Hey, ik heb nog een vraag voor jou, Tonieke. Hoe is jouw band met de familie van Harten? En dan denken mensen de familie van Harten. Dat is Matthijs van Harten in dit geval. Ja, Matthijs, Jochem en Rien. Ja, die zijn ook nog een sponsor van jou, volgens mij, ja, of niet? Klopt, Rien. Dat zijn bedrijven Mastem. Ja? Die sponsor mij eigenlijk. Dus want vroeger in de -18, dat ken je natuurlijk ook. Waren we ook altijd samen op toernooi, hè? Ja. EO of WK. Dus we hebben heel wat meegemaakt, ook tot de juniorentijd. En zelfs nog bij de senioren ook. Dus ja, we hebben wel gewoon een historie en hun ouders, zijn ouders kennen wij natuurlijk ook. Ja. Dus die band is wel gewoon wel altijd gebleven. Ja. Ja. En die sponsoren jou financieel of doen ze dat op een andere manier? Deze sponsoren we wel gewoon financieel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Netjes. Dus, ja. Heb jij ook zo'n mooie geldschieter? Nee, Rien is mij nooit gesponsord. Nee, maar jij... Rien ook wel, hoor. Maar, Misschien... Ja, hij hoort dit. Rien luistert. Hij hoort dit. En anders hoort Matthijs het wel. Maar jij hebt een andere. Want daar heb ik het met die twee andere helden net over gehad. Ja, je loopt met zo'n Duitse vlag op je... Zeker. En ze hebben uitgelegd hoe dat nu werkt. Dus wij zijn niet bang dat de helft van de medaille... straks naar Duitsland gaat, want je mag hem op je pak straks niet dragen. Nee. Dus dat verhaal kennen we, maar jij hebt ook zo'n... Ik heb zelfs sponsor inderdaad. Ja. Dat ik heb ik al een aantal jaar ook hoor. En die sponsort mij. Ja. Hey, jullie hebben allebei een Canemieu verleden. Allebei ook jullie zijn dezelfde leeftijd. Ook allebei, want als ik vraag aan jou, John van der Meerrecht, zou ik aan jou kunnen vragen. Maar die Canemieu-band, is die er nog steeds? Of is dat... Die is er wel iets minder nu. Want kijk, je zit nu bij Canemieu en er zijn ook heel veel mensen die ik toen kende, die zijn natuurlijk ook gestopt daar. Dus natuurlijk is die band er al tot een bepaald niveau. Maar op een gegeven moment ben je naar Papendal gaan, ben je met andere coach gaan werken. Dus het is een... Ja, natuurlijk, Canemieu is wel even nakomt natuurlijk. Maar dat is nu wel iets anders. Het is anders, ja. Je hebt geen contact meer met ze daar, of wel? Nee, niet veel meer. En jij? Ja, ik heb natuurlijk ook wel... Zo kwamen wij ook zelf de tijd bij Canemieu. Wanneer kwam jij? Ik denk dat ik er net 2012 kwam ik. En dan zat ik er net voor jou. Net voor, hè? Maar ik heb nog wel een beetje connectie ook met Canemieu. Mijn ouders zitten daar natuurlijk ook nog in de buurt. En mijn vrienden die geven ook les.
bij Kennemuur. Dus die doen hem in 12, die doen hem in 15. Dus ik probeer daar nog wel tussen drukke schema's af en toe door, probeer ik daar nog wel bij te zijn. Omdat de clubs ook natuurlijk erg belangrijk zijn in het ontwikkelen van de nieuwe Tornikus en de nieuwe Michael Korrels en de nieuwe Noels. En de nieuwe Frank de Wit. De nieuwe Frank de Wit en de nieuwe Jelle Smit. Geef zichzelf bij. En de meiden, ja. Ook. Ja, maar dat snap ik wel. Dat zou ik zelf ook niet doen namelijk. Dus daar zeg ik het wel. Die clubs zijn er heel belangrijk voor. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is tot de sporters zowel naar de clubs gaan als tot de clubs zowel de sporters af en toe vragen om dingen te blijven doen tot die connectie er ook blijft. Ja, ik snap wat je bedoelt. En zolang die connectie er blijft, dan denk ik tot die jongere generatie ook gemotiveerd kan blijven. Ja, zij hebben helden nodig uit hun eigen omgeving of gevoelsmatige eigen omgeving. Ja, snap ik heel goed. Hey, klopt het nou dat jij als fysio hebt rondgelopen op het EK hier bij de junioren? Ja, ik was als stagiair fysiotherapeut aanwezig op... Hoe was dat? De EK junioren. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het wel leuk om te zien hoe eigenlijk de jeugd het beleefde. En het gaf je ook weer een kleine inkijk van hoe je het zelf beleefde toen je junioren was. En dat is alweer een tijdje geleden. Maar dat gaf toch wel weer een blik van... voor sommigen was dit echt het toernooi van het jaar. En het was wel mooi om te zien. En ook wel om te beleven om daar een kleine bijdrage in te kunnen leveren. Door Mangen en Pieter doen, door een tapeje te plakken, door iemand los te maken. Dat je daarin toch een bijdrage kon leveren aan een medaille van een ander ook. Het is nog ver weg, maar zie je jezelf in zo'n rol later? Oeh, dat weet ik nog niet. Ja, ik denk dat ik dat het me hartstikke leuk lijkt. Al denk ik wel, als ik zelf op een gegeven moment klaar ben met judo. Toen ik ook eerst even wat minder wil reizen. Dus dan zal ik niet direct de judosport ingaan. Maar uiteindelijk zou ik wel in die richting misschien wel als fysio aanwezig willen zijn. Ja. Jij zit bij Matthew Percy als coach. Daar hadden we het net al min of meer over. Oftewel, ja, ik doe het eigenlijk met GP en Matthew Percy nu eigenlijk samen. Samen? Ja. Dus hoe is die rolverdeling dan? Matthew zit dan meer eigenlijk tijdens de Randoris doet hij echt het schreeuwen en het aanmoedigen en zo. En op de coachstoel zit hij nu ook. Ja, ja, ja. Dat heeft... Hij gaat wel mee naar de Spelen ook. Hij gaat ook naar de Spelen. Mee naar de Spelen. En de GP bespreekt meer, hè, de toernooien en de weg naartoe. De grote lijn. De grote lijn, inderdaad. Dus het is eigenlijk een beetje... Maar doen die het... geldt dat ook voor Jelle? Of geldt dat voor jou? Bij jou ook, Frank? Heeft Matthew daar ook een rol of niet? Ik denk dat bij de mannenlijn het sowieso wel zo is. Kijk, GP is wel echt mijn coach, dus die is mijn matcoach, die zet de lijnen uit. Ja. Maar aan de andere kant, als Matthew zeg maar kan of hij ziet iets, dan zal hij wel altijd proberen te helpen of perspectief proberen te bieden van hey, let hier op tijdens de randori of probeer de jongen daar zo te pakken. Op toernooi zit hij ook op de tribune. Ja. En hij is tweede coach op het moment dat op andere... Dat zal hier op de Spelen niet gebeuren, maar op het moment dat jullie op eenzelfde dag judo met twee... Ik ben eigenlijk altijd alleen op de tweede dag. Dus hij is de eerste. Ja, dat is ook zo, ja. Dat geldt meer voor anderen. Ja. Hebben daar helemaal geen last van. Daar hebben jullie geen last van. Nee, maar over het algemeen wel gewoon iedereen helpt iedereen. En waar nodig is, daar helpt ze wel gewoon. Ja. Mooi. Hey, nog een laatste vraag. Wanneer was de laatste medaille op de Olympische Spelen voor een Nederlandse man? 2012. Wie was dat? Want dit is goed. Hij weet namelijk ook de naam nu. 100%. Is makkelijker. Oh ja, natuurlijk. Ja. Dat is toch Henk of niet? Ja, zeker Henk. Ja. Even. Ja, maar dat mag. Dat geeft niet. Hij is meteen. Er zijn mensen. Ik heb bij die podcast soms een sidekick. Dat is de databank, Pim. En die roept dat gewoon standaard. Weet je, ik moet soms ook altijd denken. Maar hij weet dat gewoon. En Frank is blijkbaar ook zo'n halve databank. Ik durf het met jouw databank, durf ik het wel aan. Hoor. Ik denk het wel in. Ja, nee, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar los daarvan, 2012. Wordt tijd, hè? Dat wordt wel tijd, ja. Zeker, ja. Jij was er al heel dichtbij. Dan nu maar... Te maken. Ja, precies. Dan nou gaan we dat doen. Jongens, heel veel succes. Dank dat je tijd voor me had. Dank je wel. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better.
in de laatste sessies heb ik twee coaches tegenover me. Ik had natuurlijk nog twee judokers willen spreken, maar dat hebben we aan de kant gezet. Dus geen Guusje Steenhuis, geen Sanne van Dijken, maar wel de beide coaches. Garm Zijlstra en... Bart. Flauw, hè, dit. Hey jongens, leuk dat jullie ook zijn aangeschoven. Wat is er anders in de voorbereiding die jullie nu de laatste periode naar de Spelen hebben gehad dan dat je voor een EK of een WK aan de gang gaat, Garmt? Dat de Olympische Spelen dat eigenlijk heel veel dingen anders zijn dan normaal. Hè? En ondertussen ook heel veel dingen hetzelfde zijn als normaal. En dat we vooral heel druk zijn bezig geweest met van oké, hoe zorgen we ervoor dat die sporters zo goed mogelijk zijn voorbereid op de situatie die ze daar krijgen. Ja, maar is dat anders dan op een EK of WK? Los van het feit dat er op een E of WK minder judokers van hetzelfde land judo, dus dat je misschien wat minder wedstrijden judo, dat soort dingen? Ja, dat is wel anders. Je zit er vrij lang. Het format van de competitiedag is anders. Je moet je pakken inleveren omdat ze een ander rugembleem moeten krijgen. Allemaal dat soort kleine dingen, ja, die zijn wel anders. En als je denk ik dat pas allemaal op het laatste moment gaat doen, ja, dan zijn het allemaal kleine stressfactortjes, zeg maar. En hoe meer we die weg kunnen nemen, zeg maar, hoe beter dat is, denk ik, voor het uiteindelijke resultaat. Bas, voelt het voor jou ook anders? In de zin van, geeft het een ander gevoel? Spanning? Nou, niet per se spanning. Kijk, als je kijkt de voorgaande titeltoernooien, eindtoernooi, het is maar net een beetje hoe je kijkt. Nou, je zou het zeker kunnen zeggen titeltoernooi, en dit is meer dan een soort van eindtoernooi. Die vorige zijn stapjes in het proces naar dit einddoel, zeg maar. Hè? En voor sommigen, kijk, bijvoorbeeld van Marit is het haar eerste spelen en die zal, bij Sam is dat, ze gaat misschien ook wat door, maar voor Marit, hè, is het meer van, oké, hoe past dat in het plaatje verder nog door? Dus ja, is het anders? Ja, je hebt hier naartoe gewerkt, zeg maar, en de vorige EK's en WK's waren daar een onderdeel van die route. Mm-hmm. Dus ja, in die zin is het anders. Hier hangt een evenement aan vast. Nou, dat is bij de andere toernooien niet zo geweest. Dus ja, ook in die zin is het anders. Maar dan kom je met een beetje een dooddoener. Ja, het is dezelfde mat, het zijn dezelfde scheidsrechters, het zijn dezelfde tegenstanders. Ja, dus wat dat betreft, hè, is er weer niks anders. En dat is ook een beetje wat Garmt zegt, er is een heleboel anders, maar er is ook weer niet zoveel anders. Jij bent de coach van Sanne van Dijken. Ja. Gisteren, ja, als je dit luistert, kan dat zomaar een maand verder zijn, maar dan heb je hem te laat geluisterd. Gisteren kwam de documentaire Vuur online van Team NL. Daarin is heel duidelijk de struggle van Sanne te zien van de laatste maanden, half jaar bijna. Ja. Dat aan het einde van de documentaire was ook best te zien dat het nu wel weer aardig ging, zeg maar. Zeker. Maar zij heeft, denk ik, pas een eerste echte randori gedraaid. Ergens begin juli of zo. Klopt dat? Kijk, waar zitten we? Waar zitten we? Ja, we zitten nu op de 17e. Dus we zijn nu twee weken verder. Ja, dus ik denk dat je niet heel ver naast zit. Nee. Maar hoe zit jij daarin? Hoe zie je dat herstelproces? Want dat is het eigenlijk. Ja, kijk, weet je, ik zei zo straks ook in de interviews met de krant. Zei ik ook van, ja, is het in je voorbereiding die je had gedraaid... Als je het helemaal voor het zeggen had gehad, zeg maar. Dus dat zeker niet. Ik denk, het is nu roeien met de riemen die je hebt of geboden krijgt bijna. Maar heb jij en heeft zij er vertrouwen in? Ja, ja, zeker. Ja. Zeker. Kijk, zover ik van haar kan spreken. Ja. Zij heeft geen klachten? Nee, zeker niet. Nee, maar een hernia is altijd een soort van... dat is een soort evenwichtsbalk bij turnen, hè? De expert zegt... het kan net zo goed met tandenpoetsen nu weer misgaan als met judo. Precies, dus, ja. Ja. Maar hebben we er vertrouwen in? Ja. Ja. Nou goed, ik heb een goede vriend die soms wel eens op de grond ligt en dan weer gaat staan naar wat spierverslappen en gewoon weer zijn ding doet, zeg maar. Die is ook nooit geopereerd. Jullie kennen hem allebei. De heer Seemoema. Ik wil een grapje maken. Nee, maar die is er dus echt. Ja, die is ook nooit... Hij moet ook van die gewichten van Mauk afblijven. Ja, precies. Ja, ja. Nou goed, die is iets ouder. Dus hij herstelt het iets minder goed meer, denk ik, dan bij Sanne. Maar het is wel spannend geweest. De afgelopen tijd. Ja, absoluut. Ja, kijk, ja. De vraag of zij het zou halen, om het maar even zo te noemen, die heeft zeker wel gespeeld. Ja. Maar het was niet spannend meer of Julie het zou halen, hè? Na het WK was dat.
Nee, uiteindelijk voor ons niet, toch? Niet. Nee. 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 Wat vinden jullie eigenlijk van de regel? De Russen doen niet mee, daar zit het even. Maar dat de IGF de quota niet heeft herberekend. En alleen een judoka heeft toegevoegd aan de onderkant. Dat is echt een vraag voor jou, Dini. Ja, nou, maar je weet mijn antwoord wel, André. Ja, maar de luisteraar misschien niet. Nee, ja, het maakt niet zoveel uit wat wij ervan vinden. Nee, dat klopt. Het is wat het is. En, ja. Kijk. Maar is het oneerlijk? Poeh. Ja, voor sommige mensen is het heel oneerlijk, ja. Ja. Het voelt oneerlijk. Ja. Zo voelt het bij mij namelijk ook. Ik weet niet of het oneerlijk is. Kijk, je kan er ook wat van zeggen. Van ja, heeft de IGF er goed aan gedaan om ze alsnog op die toernooien toe te laten? Ja, weet je, dat zijn vragen. Ja, dat kan je ook stellen. Ja, zeg het maar. Nee, maar goed, er gaan nu andere judoka's dan wanneer als je zou herberekenen, zeg maar. Gewoon Belgen. Het is een Nederlandstalige podcast, dus voor onze Belgen. Mina Libeer gaat nu niet. Omdat er bij Tomo Nikiforov eentje aan de onderkant is toegevoegd. Terwijl als er een herberekening zou zijn plaatsgevonden. Nee, los daarvan. Het is een bijzondere situatie, laten we het zo zeggen. Het is zo, zeg maar. De IGF kiest er uiteindelijk voor hoe zij omgaan met dit soort situaties. Ja. En dat is niet iets waar wij iets van hoeven te vinden ook. Want dat kost denk ik uiteindelijk alleen maar energie. Ja, daar moet je ook geen energie in stoppen. Maar ik was gewoon benieuwd hoe je erin zat. Ik wist je antwoord wel een beetje. Maar ik vond toch een punt die ik nog even moest benadrukken. Omdat wij het er vooal in het podcast uitgebreid over gehad hebben. Misschien was de situatie wel anders geworden op het moment dat wij in dezelfde situatie hadden gezeten. Ja, je had ook zo'n judoka kunnen hebben. Maar zeker. Als je met Mark praat zal het waarschijnlijk net iets anders antwoord zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. En dat begrijp ik heel goed. Hey, wie van de... jullie gaan over dames. Wie van jullie damesploeg is de grootste kanshebber op een medaille? Nee, ik denk dat we 3 kanshebbers hebben op een medaille. En die zijn? Joanna van Lieshout, Sam van Dijken en Gries Steenhuis. Ja. En ik denk dat dat precies is wat wij voor deze cyclus voor ogen hebben gehad. Dat we in die 3 gewichten iemand wilden hebben die in staat zou zijn om een gouden medaille te winnen. En daarmee zeg ik niet iemand die een gouden medaille gaat winnen, maar in staat zijn om die gouden medaille potentie te winnen. Ja. Nou, en ik denk dat grotendeels gelukt is. Ja. En natuurlijk, we hebben te maken met de blessure van Sanne. Maar ik denk dat zij nog steeds in staat is om dat te doen. Nou ja, goed, als ik naar die documentaire kijk, want daar kom ik dan nog maar even op terug. Dat ze met die hernia nog welk Grand Prix of Tbilisi gehuurd heeft en daar gewoon de finale haalt. Niet getraind en toch daar staan. Dat geeft iets over haar kwaliteiten. En dus kan dat straks natuurlijk precies hetzelfde. Ik denk dat we sowieso een mooie ploeg hebben, hoor. Als je kijkt ook inderdaad, hè, dan noemen we bijvoorbeeld Julie en Marit niet. Maar als je ziet wat voor potjes die al gewonnen hebben, of hoe Julie tegen wereldtoppers heeft gestaan, dan denk ik, je zou ze misschien niet opnoemen om als kans hebben voor een medaille. Nee. Ik zou ze zeker niet helemaal uitvlakken. Nee. De druk om omhoog te leggen. Maar ik denk als je Marit kijkt, zonder 2 Turkse dames op het WK-podium, denk ik. Ja, volgens mij wel, maar weet ik niet uit mijn hoofd. Daar hebben wij ook alles van gewonnen. Dus weet je... Het kan ook maar zo. Het is ook een toernooi op zich, hè? En de loting kan net goed vallen. Je kan een dag van je leven hebben. We hebben wel vaker mensen op het podium gezien die je van tevoren niet had opgeschreven. Zeker. Dus ja. Maar als je het hebt over kanshebbers, dan zijn het die 3. Als je het van tevoren zou moeten zeggen, dan. Ja. Nemen jullie nog extra judokas mee als trainingspartners? Ja. Mag je zeggen wie of niet? Tuurlijk. Oké, ja, dat weet ik niet. Ja. Nee, ik had gisteren voorzichtig al gevraagd. En toen was er nog een soort van ruis op de lijn. Maar... niet aan jullie, hoor. Maar Jeroen die wilde dat nog niet zeggen, maar dat maakt niet uit. Ah, oké. Nee, Hilde Jaag. Of hij wist het niet. Hilde Jaag gaat mee als trainingspartner en we nemen Roy Schipper mee. Ook als trainingspartner. Ja, is dat dan voor Tonico onder andere als lichtgewicht of niet? Nee, voornamelijk voor de dames. Voor de dames, ja, oké. Okay. Ja. Maar als Roy nodig is om voor Tonico trainingspartner te zijn... Ja, ik zit in de gewichten te denken even hardop. Kijk, zij zijn gewoon trainingspartner voor de hele groep in principe. Ja, precies. En we hebben Roy natuurlijk ook mee, omdat hij ons ook goed kan ondersteunen. Ja, ja. Dus 2 gaan er mee. Ja, we hebben 2 vanuit de dameslijn, maar ook de heren hebben 2 trainingspartners. Oké, dus er gaan 4 trainingspartners mee. Ja. Oké, helder. Goed. Ja. Wanneer gaan jullie naar Parijs? Volgende week woensdag. Dus dat is... Over 7 dagen. Over 7 dagen. Dus dat is 2, 3 dagen voor het toernooi of zo?
Want zaterdag is het eerste toernooi. Ja, zaterdag begint toernooi. Ja, de eerste dame hier ook natuurlijk op maandag. Ja. En trein of zoek? Mietenzoek. Ja, Mietenzoek. Dat klinkt niet heel Frans. Nee, dat is anders, hè? Train. Ho. Hé, Wat blijven die dilemma's, André? Wil je dilemma's? Ja. Oh, willen jullie de dilemma's? Nee, ik wil eigenlijk helemaal niet. Nee. Nee. Moet je, laat ik je tussen jullie dokers kiezen. Ik plassen. Dan laat ik je tussen jullie dokers kiezen. Maar dat... eentje dan. Ik heb die meiden een aantal gesteld. En, danser of regarder? Danser. Regarder. Jij bent ben jij een kijker? Ik ben een barhanger. Ja, precies. Ja. En jij gaat totdat handjes in de lucht. En, ik ben wel heel even aan de bar, hoor ook. Nee, met een snap ik. Er moet eerst iets in zitten, denk ik, of niet? Of ben je zonder... Ben je ook dansen? Nee, dansen gaat me altijd wel. dat gaat altijd goed. Hé, croissant ou pain céréal? Croissant. Pain du stock. Nee, not pain du stock. Pain du stock niet. Hey. Pain céréal is bruin brood. Ja, dat. Dat, ja, toch wel. Ja. Ja, café of thee? Café. Oui. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. À Paris. Merci. Au revoir. We were staying in Paris to get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together.